Geen supporters in vak F morgen bij de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Twente. Dat is het gevolg na de uitspraak van de rechter in het kortgeding wat de supportersvereniging aanspande tegen de club. FC Groningen kreeg de straf naar aanleiding van het afsteken van vuurwerk tegen Ajax dit jaar en eerdere incidenten met vuurwerk. De straf houdt in dat mensen met een seizoenskaart op vak F morgen niet welkom zijn, terwijl veel van hen volgens de supportersvereniging aantoonbaar onschuldig zijn. Een collectieve straf dus. Iedereen op dat gedeelte van de tribune mag plaatsnemen waar diegene wil. Algemeen directeur Wouter Gudde wint in de rechtszaal, maar dat voelt niet zo. Nee, we hebben gewoon verloren omdat we morgen heel veel mensen niet in het stadion hebben zitten die de club en die het team niet aan kunnen moedigen. Veel supporters zijn teleurgesteld in de club, begrijp je dat? Ja, begrijp ik hartstikke goed. Alleen wij zitten in een spagaat er is vuurwerk afgestoken, daar krijg je een straf voor. En op het moment dat wij die niet goed uitvoeren, dan hebben wij het risico dat we nog hogere en nog zwaardere straf krijgen, waardoor we misschien nog wel meer supporters uit moeten sluiten. En dat risico kan ik niet gewoon lopen en dan weet ik dat er weer daar heel veel supporters waarschijnlijk pijn mee doen. Het gaat gewoon niet anders. Nou, ik snap de spagaat van de club, hè, van waar ze in zitten. Je kunt het risico lopen op een veel hogere straf. Dat kan nog zelfs wat meer gevolgen hebben dan alleen maar een boete. Ja, er kunnen veel meer supporters zijn. Ik snap ook de kant van de supporters. Ja, anders hadden we er niet gestaan. Wij moeten voor die supporters gaan staan, hebben ook gedaan. En meer kunnen wij niet doen. De jongen wil ook nog een misverstand uit de wereld helpen. Ik zie dat veel mensen discussiëren over dat de club opriep om foto's te maken of aan mensen aan te spreken. Nee, dat is wat de KNVB verwacht. Dat stond in de strafeis. Ik denk dat de advocaat van de club dat gisteren niet echt heel duidelijk de eerste keer heeft gezegd. De tweede keer wel toen er naar gevraagd werd. Wij vragen ook zeker niet aan supporters om elkaar te verraden. Wij vragen volgens mij van supporters om het team aan te moedigen en ervoor te zorgen dat wij thuis een geweldige sfeer hebben. Zodat we elke wedstrijd kunnen proberen 3 punten te pakken. De straf raakt dus mensen die niets met het voorval te maken hebben. Het gaat om seizoenkaarthouders. Hè. Als je een loskaartje had gehad, dan mag je er wel in. Maar ja, seizoenkaarthouders zijn meestal trouwe supporters. Ik heb met een aantal ook contact gehad. Zijn al jarenlang supporter. Ja, en die zijn de dupe. Hè, terwijl bewezen is dat zij niks gedaan hebben. Ja, dat is heel aantoonbaar. En, ja, ik kan nog steeds met mijn verstand niet bij dat dat dan gewoon maar kan. Dat die mensen niet welkom zijn. Hoe heeft het jou persoonlijk aangegrepen? Maar ja, ik heb net ook gezegd, dit was mijn eerste nachtje waar ik echt onrustig heb geslapen. Veel wakker ben geweest ook. Omdat het gewoon voelde gisteren gewoon heel vervelend. Hè. Je wilt niet. En nogmaals, nu is het al van de tafel af. Maar gisteren voelde ik het toch een beetje wij tegen zij, wat gewoon wij is. En ik zei, het is gewoon een hele vervelende dag vandaag.